bijzondere man die ik ooit heb ontmoet, is dood. Een merkwaardig, boeiend fenomeen. Ja, het is dit weekend op de kop af, 30 jaar geleden. Hè? Ja. Waarom komt u dan nu pas met het boek? Omdat ik er niet eerder de tijd voor had. Ik ben nu gepensioneerd. Omdat alle boeken die er zijn verschenen over die zaak, die geven toch niet zeg maar het echte verhaal weer. Hoewel er wel op de voorkant staat alles onthullend en geen enkel geheim blijft bespaard. Maar mijn boek geeft echt wel weer hoe het gebeurt. Er liggen hier geen een van de boeken is die bestseller van Peter R. de Vries. Ja. We hebben het straks nog even over van de politie gekozen, wat natuurlijk logisch is. Maar nieuwe feiten, die zullen we er niet in aantreffen. Jawel, omdat het publiek hoe een politieorganisatie dat doet. Vindt ook, u geeft het vaak af voor Peter de Vries, vindt u ook dat hij daar aan mee heeft gewerkt? De wijze waarop hij soms zijn informatie verkrijgt en zoals hij zich nu voor dat karretje heeft laten spannen, of nu, dat is inmiddels ook al 26 jaar geleden, 1987 was het, hoe hij zich voor het karretje heeft laten spannen voor Cor van Hout, om daar een beeld te schetsen wat erg afwijkt van de waarheid. Althans, ja. En wat heeft Peter R. de Vries even gesproken om weerwoord te houden? Die zegt toch eigenlijk van, het is toch merkwaardig dat u op dit soort kleine zaken dan nog uw gelijk probeert te halen. En daar zit meneer Verbeek, dan denk ik toch van 26 jaar na dat boek, een prachtig boek van Peter de Vries, waarom dit gekissen is? Waarom vindt u het nodig om daar nog een punt van te maken? Na al die jaren? Ik noem een paar punten, omdat ik gewoon wel vind dat boek van Peter R. de Vries is wat mij betreft ook gewoon een witwasoperatie in samenwerking met de criminelen. Een witwasoperatie voor het niet teruggevonden geld. Dus u zegt dat hij zich laat gebruiken op dat geld? Ja, zeer zeker. Waarom heeft u dat destijds nog niet gezegd? Ja, dat heb ik destijds ook wel gezegd. Maar ik had er geen behoefte aan om dat nou naar de pers toe te gaan. Want dan wordt het zo van je gelijk willen halen en zo. Ik wil toch twee dingen nog even, want we zitten door de tijd heen. Dat ik... De meest bijzondere man die ik ooit heb ontmoet is dood. Een merkwaardig, boeiend fenomeen. Veel plezier met die maffia's. Hé, we hebben hem. Hé, kerel. Na al die jaren. Dan zie ik je een keer. Hé, maffe hond. Alleen naar de val op voor je maffia vriendjes. Maffe hond. Schiet op. Blijf van me af. Ga weg. Kies op. Maffe hond. Laat me niet uit. Laat je ook het leren. Houd je geen maffia's journalist erbij, hè? Nee, inderdaad. Van de kerel, maffat. Kies op. Jij kan ook terug met mijn beveiliging, hoor, jongens. Van de security.